Hi Bernard. Dag Ed. Wat heb je allemaal gevonden? Nou, dit is dus de windbrief zoals die op 22 augustus 1680 is uitgegeven voor Houtzigmolen Jonge Schaap. Een windbrief is zeg maar een inschrijving bij de overheid dat de aanvrager van de molen het recht verkrijgt voor het gebruik van de wind. De wind werd vroeger gepacht. Er werd dus eerst een aanvraag gedaan voordat de molen gebouwd werd. En met missieven, dus brieven, werd er gecorrespondeerd over wat zijn de voorwaarden waaronder de molen gebouwd en gebruikt gaat worden. Dan krijg je een inschrijving in het appointementregister. Dat is dus de windbrief zoals we hem hier zien. Daarin staat de naam van de molen, de functie van de molen en de aanvrager. Na de aanvraag en het succesvol verkrijgen daarvan krijgt de moleneigenaar een afschrift. Dus wat wij zagen als windbrieven, dus de grote actes, dat zijn dus eigenlijk de afschriften. En het echte document wat een windbrief is, dat is wat bij de overheid bleef. Dat werd ingeschreven in het boek. En dat is dit? En dat is dit document. En Bernard, hoe ben je er ook bij gekomen om in dat archief te gaan zoeken? Nou, je hebt mensen die verzamelen foto's en je hebt mensen die verzamelen boeken. Ja. En ik heb een voorkeur voor gewoon voor historie in breed verband. Ja. Dus er werd altijd over windbrieven gesproken en het is een onontgonnen terrein. Ja. Met andere woorden, het is een onbekend werkveld. En er is voor de oorlog voor het laatst onderzoek naar gedaan. Dus het is absoluut iets nieuws. En als je dan met het jonge schaap draait en zaagt, dan wil je uiteraard het stuk der stukken op tafel hebben. Ja. En zodoende ben ik in de historie van het jonge schaap gedoken. En dat is ook bijzonder, want er is geen molen op de Zaanse Schans die een windbrief heeft, denk ik. Nee, dat klopt. Is dit de enige molen? Dus de... Dit is de enige molen die hem op deze wijze nu kan laten zien. Er zijn nog een paar windbrieven zijn er opgezocht. Die van de jonge dolfijn uit Westzaan. Ja. Dus nu Penningers molen Joure. Okay. Houtzigmolen De Pet, de voormalige Paltrok. Ja. Dus eigenlijk een buurmolen van het jonge schaap. En de Gerrit van Velsen. Oké, maar die zijn er niet meer. De Gerrit van Velsen is er niet meer, nee, De Pet ook niet. Nee. En de Gerrit van Velsen heeft voor mij in ieder geval een hele bijzondere achtergrond. Want de aanvrager daarvan is Jacob Claesson Eyskes. En dat is een directe familie. Dus directe familie, dus in de stam. Ja, want jij bent Bernard Eyskes. Dat klopt. Ja. En in de windbrief afspraak werd gemeld dat na het eerste jaar er een financiële verantwoording aan de raden en de meesters moest worden afgelegd. Zodat kon worden aangetoond hoe de molen is gebruikt en wat het eerste resultaat was. En het is dus eigenlijk een jaarlijks pachtsysteem. Wat werd betaald toen nog in ponden. Zo. En je had het groot en het klein pond. Dus dat was een jaarlijks terugkomend pachtsysteem. Dus de grond was van de moleneigenaar. Ja. En de wind werd gepacht van de overheid. Want we kunnen nog ergens terugzien waar de bedragen staan, hè? Ja. Grote ponden, de XL. Ja, want Jonge Schaap is dus nou de eerste die een windbrief heeft. Dat klopt. En die heb jij overhandigd aan Tim. Aan Tim. Dat ga je dus straks doen. Absoluut. Oké. Hartstikke mooi. Daar zal Tim wel blij mee zijn. Daar zijn we heel blij mee. Ja, dit is een uniek stukje document wat er teruggevonden is over het Jonge Schaap. Ja. En dan is er nog wat gebeurd, want hier, dit kunnen we niet lezen. Een paar naampjes en een datum. Maar jij hebt helemaal... Dat klopt. Ik heb me verdiept in het Oud-Hollands. Ja. Het mooie van Oud-Hollands zijn natuurlijk toch de onbekende weggevallen woorden. Ja. Het comptoir, dus een kantoor. Raden en meesters, wat we tegenwoordig een overheid noemen. Suppliant, iemand die een klus uitvoert. Suppliant. Ja, suppliant, ja. Inderdaad. Dus gewoon schitterende taal.
je moet je er wel echt in verdiepen. Ja. Het is niet iets wat je zo even doet. Dus je moet er wel een behoorlijke hoeveelheid tijd in steken. Ja. Maar nu je weet hoe de opbouw is van het archief, is het voor ons prijsschieten geworden. Dus in principe is iedere molen te vinden. En als basis gebruik je 1000 Zaanse molens van Pieter Boersma. Oké. En dit is dus de vertaling, zeg maar. Ja. En die heb jij ook gemaakt. Dat klopt. En die geef je ook aan Tim. Uiteraard. Cadeau. Het is toch fantastisch. Wat leuk is in de vertaling, want dat staat hier beschreven. Dan zie je op een gegeven moment zie je terug van dat de betaling in de bijna van 4 ponden de XL grootte van een pond werd betaald per jaar. Dat was dus gewoon het winterig was betaald. En je kan eigenlijk mooi zien hier in het document zelf. Hier, molen het jonge schaap. Hier kun je hem teruglezen. Zie je dat? Ja. Ik weet niet of het een beetje te zien is. En het eind zie je hier dus van 22 augustus. Augustus 1680. En iedereen die het wil zien, die kan gewoon hierheen komen. En dan hangt het aan de muur straks. Hij hangt straks in de filmzaal. Wat natuurlijk ook leuk is, is dat de naam van de oprichtgever Jan Klaas van Schaap er ook op staat. Ach, dus hij heette dus ook Schaap, ja, de eigenaar. Dat klopt. En wat verder mooi is, is dat, dat er een vorm van recht al bestond. Dus de beheining van het molenerf. Hoe te handelen met de omgeving, dus voor zowel mens als dier. Oké. Okay. Dat moest naar recht en reden worden afgewikkeld, mocht daar een probleem ontstaan. Dus daar werd in de windbrief werd daarin voorzien. Oké. En de houtopslag in het water, hoe ging dat? Dat wordt niet beschreven in de windbrief. Nee. Dat is verder aan de eigenaar. Het waterschap in de ruimte. Ja, met de toenmalige gemeente, zoals ik maar zeggen, dat vroeger geregeld was. Ja. Oké. Okay. Dus bij deze willen we natuurlijk Bernard hartelijk bedanken voor dit ontzettend mooie document. Hè? Ja, dat zou ik denken. Ja. En zoveel werk wat hij gedaan heeft eraan. Nou, dit is. Want je bent natuurlijk wel een paar dagen aan het zoeken geweest in het Amsterdamse archief, heb ik begrepen. Nee, Den Haag. Oh, in Den Haag. Ja. En is overgedragen vanuit Haarlem? Het is vanuit Haarlem is het overgedragen. Dus dit werd ook in Haarlem getekend, hè? Klopt. Ja, er werd zowel in Haarlem als in Den Haag werd er gearchiveerd. Ja. Toen al. Met bodus werd er eerst vanuit de Zaan werd natuurlijk het bedrag betaald. Dat werd overgebracht naar Haarlem en later naar Den Haag. Oké, okay, dus dit ligt allemaal in Den Haag? Ja, de originele ligt allemaal in Den Haag. En als je weet waar je moet zoeken, maar dat is natuurlijk met alles het geval, maar als je eenmaal weet hoe het zit, dan is het prijsschieten geworden. Ja, precies. Dus van iedere molen voor de Napoleontische tijd is een windbrief aanwezig. Bijvoorbeeld de Poelenburg is van na die tijd. Oké. Okay, en die heeft geen windbrief meer. Je bedoelt dat het locomotief? De locomotief, inderdaad. Ja. Dat is jammer. Dat is heel jammer op zichzelf, maar... Je gaat ook nog door om die andere windbrieven proberen boven water te krijgen? Absoluut, we willen van allemaal willen we een... Heb je een pentenbak nodig om zo boven water te halen? Nee hoor, nee. Je krijgt een hele serie dozen. En omdat het niet bekend is wat zich waar bevindt, moet je het zelf uitzoeken. Ja. Dus het is wel een specialisme op zichzelf. Ja. Maar dat maakt het des te interessanter, omdat je... Voor de oorlog is hij voor het laatst door mensen als Lootsma naar gekeken. Ja, ja. Ook een bekend Zaans onderzoeker. En daarna is het eigenlijk in de archieven beland. Het was ook niet meer bekend hoe windrechten werden opgebouwd. Dus je hebt missieven en windbrieven. En nou, in het boek met windbrieven zitten dus bijvoorbeeld ook boedelscheidingen. Die had je ook toen al. Werd allemaal al keurig vastgelegd. Ja. Dus alles wat we nu notarieel vastleggen en ook met overheden, dat werd toen ook gedaan. Ja. En je maakt de mensen gelukkig mee. Absoluut. Want Tim is er blij mee. En de Zaanse molen zal er blij mee zijn. Nou, en het grappige is, soms sla je een bladzij over en dan kom je ineens een molen tegen die je eigenlijk helemaal niet kent. Nee. Dat is ook uniek. Oh, dus je bent nou, ook een molen... dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Ja, ja, dat je molens tegenkomt die nog niet in het archief voorkomen. Dat klopt. We kennen natuurlijk 1000 Zaanse molens van Pieter Boersma. En 1100 Zaanse molens van Kouwenhoven. Ja. En tijdens dat eerste onderzoek zijn er 12 nieuwe molens boven water gekomen. Dus zo. Onbekende Zaanse molens. En ook de locatie zijn dan eerst ook bekend? Of? Nou, alleen de plaatsen werden aangeduid. Dus Zaandam, waar, okay. Waar niet het exacte gebied. Ja, want het eerste die een kaart hebben gemaakt, dat is Napoleon geweest, hè? Die heeft het allemaal geïndexeerd. Ja, toen de tijd. Die is echt stevig aan de gang gegaan. Er zijn wel oudere kaarten.
Maar het zoals we het nu kennen met kadasters, dat is echt uit de Napoleontische tijd. Ja, Napoleon die is ermee begonnen, want die kennen we wel, die kaart. Maar dit is allemaal voor de tijd van Napoleon. Ja, ja, 1680. Ja, precies. Ja. En dit is dus een compleet nieuw onderzoeksgebied. En omdat er zo weinig van bekend is, moet je zelf eigenlijk alles opnieuw uitvinden. Ja. Maar heb je eenmaal door waar zich wat bevindt en hoe het is opgebouwd, dan is het een kwestie van prijsschieten geworden. Oké. Nou, hartstikke bedankt. Bernard. Graag gedaan, hè. Bernard de Heeskens. En namens ons ook hartstikke bedankt. Graag gedaan, hè. Leuk. Nou, daar hangt die hoor. Vraag je dan de windbrief? Jan wel in het plootje blijven zitten, hè? Niet vallen. Maar dan wordt het een lachfilm. Ik zie hem vol is met water. Ik begin gewoon maar. Ik vind het wel. Hoe lang heb je het? Nee, we staan er onder.